Gisteren met de eeuw op pad en vandaag in de kerk. Mijn leven neemt wel een hele wonderlijke wending. Maar eerst moeten we wat met het geluid experimenteren. U verstaat er geen pest van. Helemaal niks. Zo is het beter. Oké, ook u achterin ook. Verstaat u er wat van? Wilt u onmiddellijk laten merken als u het niet meer verstaat? Want ik heb nogal de neiging om in de loop van het betoog te gaan mompelen. Vooral dat zijn de minder belangrijke passages, maar die wilt u natuurlijk toch wel horen. Dus schroom niet om dan mijn aandacht te trekken. Gaat het zo wel? Matig begrijp ik hier vooraan. Lager houden? Ja, dat deed ik daarnet, maar toen hoorde u het niet. Kijk. Wat je helemaal niet begrijpt is hoe die dominees dat dan vroeger deden. He? Waarschijnlijk hoorden die kerkgangers dus helemaal niet wat er gezegd werd. He? Vandaar dat het geloof een beetje in de verdommenis, hoe moet je dat zeggen, in de verdrukking is geraakt. Dat die mensen eeuwenlang helemaal niet begrepen waar het over ging. Goed, dus ja, laat het weten. Ik kan verder ook aan het geluid niks doen. Misschien moet ik het gewoon zo doen, nee. Ja, voor u is dat wel leuk op de eerste rij, dat begrijp ik ook wel. Maar voor anderen dus weer niet. Dus schroom niet om uw vinger op te steken als het niet lukt. Laat ik eerst iets zeggen over de verkiezingen zelf. En waarom het deze kandidaat geworden is. Elect, zoals die nog steeds heet, tot 20 januari. Hoewel, als je in Amerika bent, is het wel leuk om te zien dat Bush eigenlijk totaal verdwenen is. En dat je eigenlijk alleen nog maar Obama ziet, wat Bush ook doet. Hij is niet zichtbaar. En ja, misschien hadden we daar meteen mee moeten beginnen 8 jaar geleden. Dat zou verstandiger zijn geweest. Het blijft wonderbaarlijk, niet waar, dat in een toch op zichzelf volwassen democratie als de Verenigde Staten zo'n totale maloot kan worden gekozen. Dat die bovendien kan worden herkozen. Terwijl ze toen toch al lang hadden kunnen weten hoe de vlag erbij hing. Maar nee, ze hebben zich bang laten maken. En hè, vanwege het terrorisme en dat soort van dingen. Laat u ook in Nederland niet bang maken. Hè, de kans dat deze kerk in de loop van deze middag zal worden getroffen door een raket van Bin Laden, die is niet groot, kan ik u verzekeren. De kans dat u überhaupt bij terroristisch geweld om het leven zal komen, die is buitengewoon klein. De kans dat u met uw rollator van de trap valt is aanzienlijk groter. Maar het wonderlijke is dat wij tellen de kleine, maar werkelijke risico's van het leven, die tellen wij niet. En wij maken ons ontzettend druk over reusachtige risico's die in feite statistisch gezien niets voorstellen. Maar goed, de Amerikanen hebben zich bang laten maken in 2004 en hem herkozen. En ik geef toe dat de ellende die hij in de tweede termijn heeft aangericht iets geringer is dan die in de eerste termijn. Maar toch, je zegt er wel u tegen. Hè? Dat is eigenlijk een van de merkwaardigste dingen bij George Bush. Ik weet niet of u zijn carrière een beetje gevolgd heeft voordat hij president werd. Maar hij heeft eigenlijk nooit iets goed gedaan. Hij is eerst in zaken geweest en alle zaken waar hij bij betrokken was, die zijn failliet gegaan of die moesten overgenomen worden. En kennelijk heeft de familie toen gedacht, nou weet je wat, we maken een president om te kijken of hij erin slaagt om ook de hele natie failliet te laten gaan. En daar is hij in geslaagd. Dat is werkelijk een godswonder. Hè? Dat iemand met beperkte talenten een van de grootste naties ter wereld, hè, aan de rand van de afgrond heeft weten te brengen. Met de beste bedoelingen. Want zo gaat het altijd. Hè? Zo gaat het altijd, ja. U ziet daaraan hoe voorzichtig je moet zijn met de keuze voor incompetente familieleden van personen die het in het verleden misschien niet onaardig hebben gedaan. Ik wil daar voor Nederland verder geen conclusies uit trekken, maar misschien is het erfelijk koningschap toch niet zo'n geschikte formule. U moet weten, ik zeg dat bij alle gelegenheden. U had in de Romeinse geschiedenis zo'n figuur die zei, voorts ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden. En voor mij geldt, voorts ben ik van mening, u kunt het niet verstaan. Hm?
als ik het beneden probeer. Ik vind het best. Zijn er veel mensen die het niet verstaan? Nou, jammer, want ik was net bezig om te zeggen dat het Koninklijk Huis moet worden afgeschaft. Kom ik aan een belangrijk onderwerp en dan verstaat u het niet. Hè? Ik ga nu als experiment ga ik nu naar beneden en kijk of, of het beneden beter gaat. Ja? Dus als u denkt, waar is die gebleven? Ik ben dan beneden. Tja, ik weet niet of het verstandig is om in deze kerk veel lezingen te houden, eerlijk gezegd. We zullen zien. Wij vinden het minder. Oh, ja, u vindt het minder. Ja. Ik kan het niet iedereen naar de zin maken. Het lijkt de democratie wel. Hè? Ja, gaat het zo beter of niet? Ja? Kijk eens aan. Dat was het. Het was mijn hubris dat ik de kansel heb beklommen. Hè, die het maakte dat ik niet verstaanbaar was. Nou, dan blijf ik hier. Misschien kan iemand die kaars even aandoen. Ja, dan heeft het toch nog wel iets. Het kan, het is mogelijk. Je kunt hem even aansteken. Ja, ik was net bezig om mijn tijd te verspillen aan het Nederlandse Koninklijk Huis. En ik had geobserveerd, dat doe ik altijd een keer, dat dat zo spoedig mogelijk moet worden afgeschaft. En dat elke vorm van dynastieke benoeming in feite dient te worden vermeden. Dat is al een van de redenen om ontzettend blij te zijn dat het Obama is geworden en dus niet bijvoorbeeld Hillary Clinton. Want dan hadden we, als het Hillary was geworden, ik weet, bij mij thuis heeft het ook veel frictie veroorzaakt. Mijn vrouw zei, nou is er eindelijk een vrouw, een kandidaat? En dan zei ik altijd, maar het is helemaal niet een vrouw. Was het maar een vrouw, dan was ik er ook voor. Maar het is dé vrouw van de vorige president. En dat was het probleem eigenlijk een beetje. Dat we ook helemaal niet wisten wat Hillary zou doen met Bill als ze het zou worden. Want daar had ze niks over gezegd. En hij is het al 8 jaar geweest. Ja, ik wijs u er maar even op voor het geval dat. En aangezien zijn constitutionele positie niet duidelijk was, betekende dat bijvoorbeeld dat hij zomaar het Oval Office kon binnenlopen als zij daar dan zat te praten met vooraanstaande staatslieden. Laten we zeggen, volkomen willekeurige greep Balken en Jaap de Hoop Scheffer. Ja, u begrijpt dat die op korte termijn zullen worden uitgenodigd. Zelden zal een paar van staatslieden zo'n diepe indruk hebben gemaakt in Washington als die twee. Dat zijn nog eens trouwe bondgenoten. Hè? Ze waren bereid om voor 7 uur 's ochtends in het Witte Huis te verschijnen. Ja, daar worden heel veel staatslieden worden daarvoor uitgenodigd, maar die schrijven dan een mailtje dat ze zo vroeg niet op zijn. Maar deze twee jongens van Stavast zaten daar niet mee, want ze hebben helemaal niet geslapen die nacht. Zo zenuwachtig waren ze. Ja. Twee eenvoudige jongens uit Nederland die zomaar in het Oval Office terecht waren gekomen. Het is dus niet John McCain geworden. Ik ben daar ook ontzettend blij om, dat zal u duidelijk zijn. Ik vind het verschil zelfs tussen Obama en John McCain verrassend klein, gezien het mega verschil in de kwaliteit van de twee kandidaten. Ik wil niemand hier kwetsen, maar McCain was toch niet veel meer dan een verwarde bejaarde. U zult zeggen dat u misschien op uw leeftijd 72 was, die nog tip-top in orde bent. En ik twijfel daar geen moment aan. Maar ik zou toch aarzeling hebben als u zei dat u president van de Verenigde Staten wilde worden. Ik zeg, nou, zou u dat nou wel doen? Hè? Ik kan me voorstellen dat u nog heel leuk mee kunt in de familiekring en zo. Maar wellicht kunt u nog een stichting leiden. Daar is niks tegen, maar om nou president van de Verenigde Staten te worden, nee. En vooral ook omdat John McCain diverse senior moments had, zo heet dat in het Engels, hè, dat je, u kent die momenten wel, althans een groot deel van de hier aanwezigen kent die momenten wel, dat je even helemaal vergeten bent waar je de sleutel van de achterdeur had neergelegd. Hè. En dat is voor u helemaal niet erg, want na enige tijd duikt hij wel weer op een enigszins onverwachte locatie, maar voor de president van de Verenigde Staten is het rampzalig als je de sleutel van de achterdeur niet meer vinden kunt. Al heb je een hoop personeel om er eventueel naar te zoeken natuurlijk. Maar ik weet niet of u dat een beetje gevolgd heeft. McCain bleek niet te weten dat Tsjechoslowakije niet meer bestaat. En hij bleek ook eigenlijk het verschil tussen Sjiïten en Soenieten ook niet onder de knie te hebben. Wat
kijk, als u dat niet weet, vind ik dat helemaal niet zo erg. Hè? Maar als je het niet weet als Amerikaanse presidentskandidaat, nadat jou de natie die je wil leiden 8 jaar lang oorlog heeft gevoerd in een land wat in hoge mate gedomineerd wordt door het verschil tussen die twee groepen, dat is wonderlijk. Hè? Dat zult u met me eens zijn. Er is zelfs, ik weet niet of u er, ik heb me enorm nerveus gemaakt, moet ik u eerlijk bekennen, gedurende een dag of 10 toen McCain, althans in de popular vote, net iets voor Obama stond. En ik dacht, ze gaan het toch doen. Ze gaan toch een verwarde bejaarde liever in het Witte Huis zetten, hè, dan iemand die volgens hun zwart is. Ook zoiets raars, is die man zwart? Nee, hij is helemaal niet zwart. Hè? U kunt het ook niet verstaan. U bent mij nu helemaal kwijt. U vond het beter toen ik daar was. Weet u wat, als u het nou niet verstaan heeft, komt u straks even op mij af en dan vat ik het even in 3 regels samen. Dat is de charme van mijn lezingen, dat vaak geen enkel probleem is. Nou, we gaan het maar weer proberen. U heeft dus de hele vorige stuk gemist. Dat is helemaal niet erg, want dat was een inleidende observaties die er niet veel toe deden. Dus u hoeft er geen spijt van te hebben. Waar was ik gebleven? Helemaal de draad kwijtgeraakt vanwege dat geluid hier. Dat hij zwart was, ja. Dat hij zwart is, ook zoiets raars. Hij is helemaal niet zwart. Hij is, nou ja, u kunt zeggen Nespresso bruin, dat valt vol te houden. Maar, en wat nog gekker is, hij is half blank en half zwart. Hij heeft een volkomen blanke moeder en hij heeft een zwarte vader. Als je hem dan zwart noemt, kun je hem net zo goed wit noemen, toch? Logischerwijze kun je hem net zo goed wit noemen. Maar dan ben je dus zwart. Sterker nog, als je in Amerika voor een kwart zwart bent, ben je nog steeds zwart. Als je voor een 16e zwart bent, ben je nog steeds zwart. Je blijft zwart tot er echt helemaal niets meer van te zien is. Tot je er gewoon blank uitziet. Hè? Dan nog kun je net precies, je hoeft maar een klein krulletje achter je oor te hebben en dan is het al zover. Hè? Wat aangeeft hoe diep ons gevoel van racisme in de tijd inderdaad geworteld is. Als u dan weet dat zwart en blank genetisch nauwelijks iets te betekenen hebben, volstrekt oppervlakkige verschijnselen zijn, tel uit je winst. En toch tillen we er zwaar aan. Wat niet wegneemt dat gezien de sentimenten het grootst is dat ze Barack Obama hebben gekozen. Ik had het ook even over McCain. Ik legde u al uit, het was niet veel zaaks die McCain. Ik realiseer me nu ook dat mijn water boven staat. Zou iemand even mijn water kunnen gaan halen? Ja, sorry hoor. Ik ben helemaal niet aan gewend om in kerken te spreken. Terwijl dat misschien in toenemende mate noodzakelijk zal zijn. Het moment waarop McCain eigenlijk de mist inging, was het moment waarop de kredietcrisis inderdaad een soort implosief karakter kreeg, half september. Ja, dank u wel. Fijn. Ja, zet het maar bij die kaars. Hij is weer uitgegaan. Dank u wel. Ja, omdat het wel duidelijk was dat McCain eigenlijk nauwelijks begreep wat er aan de hand was. Hij had ook aan het begin van de campagne gezegd, nou ja, economie, daar moet ik nog eens wat over lezen. En maar kennelijk had hij dat niet gedaan. En nou ja, of het belangrijk is dat de president... U bent nog steeds... Jongen. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, als ik daar naartoe praat, dan horen zij het en hoort u het niet. En als ik naar u praat, dan horen zij het niet. En zo, en of u hoort het niet. Nou ja, goed. En McCain bleek niks van economie te weten en dat is eigenlijk het moment waarop die het contact verloor met de kiezers. En vanaf half september zie je hoe Obama een voorsprong neemt die hij vervolgens niet meer kwijt is geraakt. Daar heeft ook wel een zekere rol in gespeeld dat het aanvankelijke mega enthousiasme over zijn vicepresidentiële keus, Sarah Palin, dat enorm snel gecorrodeerd is als gevolg van de door haar zo briljant getoonde onkunde op elk denkbaar terrein, behalve het schieten van herten dan. Ja, op zichzelf dat hij haar gekozen heeft, is natuurlijk ook een daad van ingrijpende onverantwoordelijkheid.
De kans dat hij zou, gezien zijn medische geschiedenis en zijn leeftijd, was de kans statistisch dat hij zou overlijden in de komende 4 jaar 30%. Dus de kans was statistisch 30% dat de wereld geleid zou worden door een vrouw die van mening is dat je, als je Rusland uit je slaapkamerraam kunt zien, heel behoorlijk op de hoogte bent van de buitenlandse politiek. Op zichzelf een geheel nieuw criterium. Ja, als je de Dom beklimt en je kunt Duitsland in de verte zien, dan ben je goed op de hoogte van de buitenlandse politiek voor de buitenlandse politiek van Nederland. En zo is het Obama geworden tenslotte. Tot, denk ik, opluchting van de ganse wereld. Veel Amerikanen natuurlijk niet, want die zien in Obama een socialist of een terrorist of allerlei andere verschrikkelijke dingen. Ze denken toch al dat de wereld door moslims veroverd zal worden. Sommigen in Nederland denken dat ook. Laat ik u ook op dat punt geruststellen. Dat gaat niet gebeuren. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Veel Amerikanen, ik heb net met tal van Amerikanen gesproken, die denken ook dat in Nederland de polygamie is ingevoerd. Ik zei nog, ik ben er een warm voorstander van, maar de Nederlandse overheid denkt er heel anders over. Maar dat willen ze niet geloven. Zij denken dat de moslims ons gedwongen hebben om de polygamie in te voeren. Niet waar, om op deze wijze, niet waar, het voortplanten der moslims nog nader te stimuleren. Want dat is hun vrees, dat wij door de voortplanting der moslims, dat wij al heel spoedig als autochtone Nederlanders in de minderheid zullen zijn. En dan leg je ze uit dat de moslims in Nederland 5% van de bevolking vormen. Dat hun geboortecijfers heel snel, onze eigen geboortecijfers, die zoals u weet veel te gering zijn. Als het een wat jonger publiek was, zou ik zeggen, gaat heen en vermenigvuldigt u, maar dat heeft hier geen enkele zin. Dus u blijft u maar zitten. En wij hebben een geboortecijfer van geloof ik 1,8 of zo per echtpaar. Dat is in de verste verte niet voldoende om de zaak een beetje op peil te houden. In plaats dat we blij zijn dat die moslims er wat meer krijgen, maar nee. Maar goed, zij doen zo'n beetje wat wij ook doen. En als ze met die geboortecijfers en dat percentage van de bevolking toch in de meerderheid zouden raken in de komende eeuw, dan moet u toegeven, dan hebben ze een echt zo fenomenale prestatie geleverd. Dan moeten we ze ook het recht geven om ons te vertellen hoe het moet. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het gekke is dat mensen dat denken. En dat de Amerikanen dat bij uitstek denken. Die hebben de wonderbaarlijkste misvattingen. We hebben het bestaan er in de Verenigde Staten, althans onder evangelische christenen. En door een wonderbaarlijk toeval heb ik enorm veel evangelische christenen gesproken. Niet waar, die leiden aan een vrij omvangrijke paranoïde waan op een tal van terreinen. Want als de moslims hier de macht al niet overnemen, dan zijn het wel de homoseksuelen die de macht reeds overgenomen hebben. Hè? Ja. Ik heb er niks van gemerkt, maar volgens de Amerikanen is dat een zeer ernstig probleem hier in Nederland. Goed, dan tenslotte Obama. Als u naar de cijfers zou kijken, dan zult u zien dat Obama, dat de meerderheid van de blanken niet op Obama heeft gestemd. Als u naar de blanke Amerikanen kijkt, is 60% op John McCain gestemd en 40% op Obama. Dat geeft al te denken. Dat kennelijk hun overwegingen, het zij van politieke, het zij toch van vage racistische aard, zodanig waren dat ze bereid waren om op een verwarde bejaarde te stemmen en niet op een evident superieure kandidaat. Interessant is echter dat als u kijkt naar de jonge blanken, dat wil zeggen alle blanke kiezers tussen de 18 en de 30, dat het precies omgekeerd is. Daarvan heeft 60% op Obama gestemd en heeft 40% op McCain gestemd. Wat te denken geeft over de intelligentie van de oudere kiezers. En je toch tot de conclusie brengt dat de jongere Amerikanen in ieder geval veel opener zijn ten aanzien met name van de mogelijkheid van een gekleurde kandidaat dan de oudere blanke Amerikanen dat zijn. U vraagt zich natuurlijk wel af, na wat berekeningen die u in uw hoofd heeft verricht, van hoe is het dan mogelijk dat hij gekozen is met 52% van de stemmen, 46% voor John McCain.
dat ligt vooral aan de minderheden. Die in zeer grote aantallen op hem hebben gestemd. De Latino's hebben voor meer dan 60% op Obama gestemd. Dat is heel interessant, omdat in de aanloop naar de verkiezingen toe werd gezegd, ja, die Latino's, die zien zo'n zwarte kandidaat totaal niet zitten. Die zien veel liever Hillary dan hem, veel liever een blanke kandidaat en eventueel een vrouwelijke kandidaat dan een zwarte kandidaat. Maar uiteindelijk, bij de verkiezingen zelf, bleek dat dus helemaal geen rol te spelen. Daarbij speelt wel een rol dat de Republikeinse Partij, overigens niet McCain zelf, maar wel zijn partij, niet waar uitgebreid getuigd heeft van haar diepe weerzin tegen de immigratie van Latino's in de Verenigde Staten. Zij zien dat als een ingrijpende ondermijning van het blanke Amerika, het protestant Amerika. Want u weet, die Latino's zijn allemaal katholiek. Zij zien dat als een aantasting van het meest wezenlijke ethos van de Amerikaanse samenleving. En dan zijn er natuurlijk de zwarten die voor 90% op Obama hebben gestemd. En die bovendien, over het algemeen is de opkomst onder zwarten zeer, zeer matig. En die opkomst was dit jaar stukken beter dan die bij vorige gelegenheden was. De zwarten vormen overigens ongeveer 13% van de bevolking. Er is nog een groep die geprezen moet worden en dat zijn de vrouwen. Eigenlijk zou je het allerbeste zou je in Amerika het kiesrecht voor mannen kunnen afschaffen. Dat zou een ronduit zegenrijke werking hebben op de Amerikaanse politiek. Ik weet niet precies hoe het hier in Nederland ligt. In Amerika heeft dat te maken met de zogenaamde gender gap. Het stemgedrag van Amerikaanse vrouwen is vrij ingrijpend anders dan het stemgedrag van Amerikaanse mannen. Amerikaanse vrouwen zijn veel sociaal bewuster, zijn veel meer geïnteresseerd in problemen van armoede en ongelijkheid, zijn veel minder geneigd om te zeggen, dan moet gewoon eens behoorlijk opgemept worden. He, laten we er maar eens een paar bommen opgooien. Dat is altijd een tip-top oplossing. En u weet, Amerikanen kunnen fantastisch bombarderen. Daar is absoluut niks mis mee. Ze zijn eigenlijk vrijweg de bekwaamste bombardeerders die we hebben op dit moment in de wereld. Maar het is de nazorg die vaak veel te wensen overlaat. Wat je ook niet helemaal begrijpt, zeker van de Amerikaanse kant niet, is waarom ze altijd huwelijksfeesten bombarderen in Afghanistan. Ik weet niet of u daar wel eens op gelet heeft, maar het zijn bijna altijd huwelijken die ze weten te raken. Kennelijk denken ze dat elke wat grotere groep van Afghanen die bijeen is, om wat voor reden dan ook, dat daar wel een goede reden is om eens een bom op te gooien. Terwijl je zou zeggen, ze zijn allemaal enorm voor het huwelijk. Dat is ook iets raars. Amerikanen gaan nooit samenwonen. Die gaan liever 4 keer trouwen en 4 keer scheiden dan dat ze zeggen van nou, na 1 keer is misschien toch verstandig dat we het even wat anders aanpakken. Nee, ze krijgen er geen genoeg van. Wat ook voor de advocatuur, zoals u weet, een bijzonder prettige regeling is. Die in Amerika extreem sterk ontwikkeld is. Er is geen land wat zoveel advocaten heeft per hoofd van de bevolking als de Verenigde Staten. Er is geen land wat zoveel geld verspilt aan juridische procedures als de Verenigde Staten. Het is een kleine 10% van bruto nationaal product. Dat is ook een richting die we bepaald niet in moeten slaan. Dus de vrouwen. De vrouwen hebben veel ruimer gestemd op Obama dan de mannen op Obama hebben gestemd. Althans de blanken. Ook dat valt te prijzen in de vrouwen. De Amerikaanse mannen zijn toch erg, hoe zou je dat het beste kunnen omschrijven? Macho zou ik denken. Dat is misschien de beste karakteristiek. Macho oplossingen zijn voor Amerikaanse mannen altijd de beste oplossingen. Als het met geweld kan, dan moet je het vooral niet laten. Dat is eigenlijk hun algemene benadering van de politiek. En alles wat met sociale zorg te maken heeft of wat op enige wijze de emoties aanspreekt, daar moet je je niet door laten. Nou, u weet dat er veel discussie is in Amerika op dit moment. Wie is eigenlijk de president geweest in de afgelopen jaren?
Ik heb daarnet de suggestie gewekt dat het de jonge Bush was. Maar er zijn nogal wat mensen die zeggen dat is helemaal niet zo. Het was Dick Cheney. Nee, dat is Darth Vader. Die was president. Ja, dan weet u ook hoe die eruit ziet als je je haast en zijn helm afzet. Ik denk dat Dick Cheney een fraai voorbeeld is van dat idee dat het gebruik van geweld, het gebruik van grootschalig geweld, altijd beter is dan het nalaten van geweldsgebruik. Denkt u ook aan die marteling die met name door Dick Cheney en zijn office als een prima oplossing van het terrorismeprobleem werd gezien. Terwijl er alle reden is om aan te nemen dat dat nooit een oplossing kan zijn. Nogmaals, het is Obama geworden. Ik denk dat we daar allemaal erg tevreden mee moeten zijn. En wat u ook verder van Amerika mogen denken, het is een felicitatie waard dat ze Obama tenslotte hebben gekozen. Dat iemand die jaren in Jakarta heeft gewoond, dat iemand die Barack Hussein Obama heet, dat die president van de Verenigde Staten is geworden, is toch op zichzelf een wonder. Anders kun je het niet noemen. We moeten natuurlijk ook wel degene die de hoofdverantwoordelijke voor dit wonder, dat zal u eigenlijk als u er even over nadenkt wel duidelijk zijn, is de zittende president. Als die er niet zo'n onbeschrijfelijke puinhoop van had gemaakt als die gedaan heeft, zou er niet die opening zijn voor verandering, voor change, voor iets totaal anders, voor een wezenlijk andere benadering van de vraagstuk. Dus in die zin is een grondige mislukking. U gaat proberen of u het daar beter verstaat. Ja, het is, ik vind het heel jammer voor u, maar... En de rest kan het wel een beetje verstaan. Oh, het is alleen de eerste rij eigenlijk. Poeh, nou ja, oké. Ja, het is een felicitatie waard. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Het grote gevaar, daar is, heeft ook door Jan en allemaal op gewezen, is natuurlijk dat er een immense hoop gecreëerd is van dat alles anders zal worden. Ik meen zelfs al dat uw voorzitter zei dat de wereld zou gaan veranderen en zo. Daar moet u niet. U bent ook trouwens op een leeftijd dat u eigenlijk diep in uw hart ook wel weet dat de wereld misschien wel een heel klein beetje kan veranderen, maar niet ingrijpend. Je zou hoogstens kunnen zeggen, dat hoort u eigenlijk ook wel te weten op uw leeftijd in Nederland, dat u de hemel mag danken dat u in Nederland woont. Als je dan toch ergens op deze planeet moet wonen, als je ergens thuis moet zijn, dan zijn er een stuk of 5 landen waar je fatsoenshalve je wel prettig kunt voelen. Ik wil ze wel opnoemen als u dat wil. Nederland is er 1 van. Ja, ik vind Luxemburg wel erg comateus, dus misschien moeten we die maar weglaten. Maar de 3 Scandinavische landen kunnen er ook wel mee door. België is al een twijfelgeval. Maar allee, België ook, geen probleem. Ja, Duitsland, bah, ja. Daar heb je natuurlijk een geschiedenis niet waar die eeuwig als een soort van mistig monster achter je staat, maar wie weet, ze hebben het niet slecht gedaan. Maar Frankrijk, ja, dat is eigenlijk al nauwelijks een democratie. Dat is in feite een semi-dictatuur die momenteel door een kleine druktemaker gerund wordt. En de Latijnse landen, nou ja, Italië, dat... Welk land kiest nou een crimineel als minister-president? Ja, u zou het toch ook gek vinden als we Willem Holleder minister-president zouden maken? Zou u dan een hele rare zaak vinden? Maar dat vinden ze in Italië helemaal niet, hoor. Dan vinden ze eigenlijk dat zo'n man, die heeft toch getoond dat hij zeer geschikt is. Politiek is oplichterij, dat denken veel mensen. Dat is helemaal niet zo, maar dat denken veel mensen. Dus met dieven vangt men dieven. En voordat je het weet, heb je Willem Holleder als minister-president. Met dat scootertje over het Binnenhof. Je ziet het al voor je eigenlijk. Ja, dat verkoopt zich als een democratie, Italië. Oké. Dus er zijn, ik heb ze ook gehad. 5 landen waar de zaken meer of meer fatsoenlijk. Ja, daar zouden wij ook wel. Dit is toch een stichtelijk moment, begin van het jaar, in een kerk. De Nederlanders zouden ook wel iets dankbaarder kunnen zijn voor het feit, niet waar, wat ik net genoemd heb, dat dit een van de prettigste plekken op aarde is. Want als we een beetje rondkijken en we luisteren naar onze populistische leiders,
hè, die zo prominent, overigens interessant, nu er echt geregeerd moet worden, hoor je er gelukkig weinig van. Hè? Heeft u ook niet wel eens thuis gedacht met die kredietcrisis, ik ben toch wel blij dat Rita Verdonk geen minister-president is. Hè? Die had waarschijnlijk ook gezegd van, ja, economie, daar moet ik nog eens iets over bijlezen. Hè? Als ze al kan lezen, maar... Ja, ik weet niet, ze had wel iets gestudeerd, maar ook zo'n studie, geloof ik, waar je zonder lezen ook zonder al te grote problemen doctorandus kunt worden. Die had je vroeger. Niet in Utrecht, maar op allerlei andere plekken had je die wel. De leeslijsten stelden niet zo verschrikkelijk veel meer voor en waren ook meestal wel uittreksels in de handen. Ja. Dus de hoop is hoger spannen. De hoop zal niet volledig verwezenlijk kunnen worden. De wereld gaat niet veranderen. De wereld zal ook niet rustiger worden. Sterker nog, ik denk dat 2009 een heel moeizaam jaar zal zijn. En dat zal het ook ongetwijfeld voor de Amerikaanse president zijn, die niet te benijden valt. Het was nog wel aardig. Ik las in een Amerikaanse krant de krantenkop, heel treffend. Black guy gets the worst job in the United States. Dat leek mij wel een aardige samenvatting van de praktische problemen waar die voor staat. En laten we eens kijken welke die problemen precies zijn en wat er eventueel aan gedaan zou kunnen worden, waarmee ik niet de suggestie wil wekken dat ik het weet of dat ze beter mij hadden kunnen kiezen in het Oval Office. Want dat is zeker niet het geval. Veel van die problemen zijn namelijk van een zeer technische aard. En dat is in het bijzonder natuurlijk de kredietcrisis die op dit moment misschien wel het meest prominente probleem vormt. Laat ik eerst iets zeggen in algemene zin over de Verenigde Staten. Dat geeft misschien een soort achtergrond voor de praktische en concrete problemen die in allereerste instantie moeten worden aangepakt. Als je reist in de Verenigde Staten, dan ben je toch meerdere malen geschokt over datgene wat je te zien krijgt. Ook als je dat heel goed weet, je hebt het op televisie gezien en je hebt erover gelezen, je weet er eigenlijk alles wel van. En dan kom je toch in Jamaica, dat is zo'n beetje de ergste achterbuurt van Queens in New York. En dat is dus een erge achterbuurt als deel van een erge achterbuurt. Dus u kunt zich daar wel iets bij voorstellen. Dan ben je toch geschokt. Dat is iets wat nergens, ik kan het u verzekeren, het is in Feyenoord ook niet gezellig. En in de Diamantbuurt is het ook niet fijn. En er zal in Utrecht ook wel een wijk zijn waar het niet fijn is en waar u niet woont. Maar dit is toch vrij gruwelijk. Dit is het rijkste land ter wereld, of althans het is de grootste en meest dynamische economie ter wereld. En er zijn allerlei onderdelen van de Verenigde Staten die ik niet anders kan beschrijven dan als zijnde de derde wereld. Ik heb in New Orleans, een sterk verarmde stad, zijn plaatsen waarvan je denkt, ben ik in Managua? Of ja, als u weet waar dat is in Centraal-Amerika. Ja, ben ik dat? Daar doet het vaak zeker aan het zuiden aan denken, aan tropische derde wereldlanden. Het is allemaal vies, verwaarloosd, slonzig. Wat huisschilders in de afgelopen 50 jaar in Amerika hebben gedaan, ik heb geen idee. Waarschijnlijk is het een uitgestorven genus. Hè? Is de laatste huisschilder is een unieke figuur die ergens in glas gegoten is of zoiets dergelijks. De Amerikaanse infrastructuur, dames en heren, viaducten, bruggen, alles wat van ijzer is, verroest. Daar vallen hele pakketten roest af. Daar is een halve eeuw niets aan gedaan. Dit is een land wat al een halve eeuw niets heeft gedaan aan de sociale sector, aan het onderhoud van zijn infrastructuur. Die brug in Minneapolis, dat is niet zomaar toevallig een hele ongelukkige zaak. Nee, dat is deel van een veel groter structureel probleem dat grote delen van de Amerikaanse bruggen op instorten staan. Afgesloten moeten worden omdat ze levensgevaarlijk zijn geworden. Het is een land wat al een halve eeuw minimaal zijn prioriteiten totaal verkeerd gedefinieerd heeft. En dat is des te merkwaardiger omdat Amerika tot op de dag van vandaag aan een soort zelffelicitatiewaan lijkt. Hè?
dat is misschien wel het aardige van Nederlanders. Wij zijn altijd aan het klagen en aan het zeuren, terwijl er eigenlijk betrekkelijk weinig reden voor is. Maar de Amerikanen zijn altijd bezig om zichzelf te feliciteren, terwijl er eigenlijk betrekkelijk weinig reden voor is. Het is altijd het meest fantastische land ter wereld, het meest dienaar. Het is misschien niet helemaal in orde, maar dan toch is het elders nog veel erger. En dan hebben zij toch de talenten om het in no time te gaan verbeteren, want er is toch geen volk wat meer weet van dynamisch en creatief aanpakken dan zij. En zo gaat het maar door. Er is altijd reden om de natie te feliciteren. Er is altijd reden om te veronderstellen dat onze lieve Heer toch in het bijzonder zijn aandacht gericht heeft op de Verenigde Staten. Dat hij feitelijk, denk je wel eens bij jezelf, in de kelder van het Witte Huis woont. Als u daar zo'n kelderdeur open gaat en er komt zo'n enorme hoeveelheid licht naar buiten, dan weet u hoe het komt. Daar zit onze lieve Heer. Ja, opgesloten door Dick Cheney. Ja, want ook hun interpretatie van de christelijke boodschap is vaak hoogst zonderling. Ik zal u daar nou niet veel over zeggen. U moet die zondagen maar even kijken, dan zult u dat wel zien. Je hebt wel eens de indruk dat ze het Nieuwe Testament al jaren geleden weggegooid hebben. En dat het vooral dat Oude Testament is, hè? Met van die fijne, van die ouderlingen in zo'n zandwoestijn. Kunnen we stevig aangepakt worden. Ik moet zeggen, ik heb toen het nu ook een beetje mijn best gedaan om de mindere delen van het land eens te bezien, maar je wordt er niet vrolijk van. Het is wel vrij verbijsterend eigenlijk dat ze dat zo ontzettend hebben laten lopen. Dat betekent dat er niet alleen honderden miljarden nodig zijn nu als stimulans om de economie weer op gang te brengen, er zijn op langere termijn honderden miljarden nodig, nietwaar, om die infrastructuur weer op peil te brengen. U denkt, zoals zoveel Europeanen die er geen verstand van hebben, dat Amerika het beste onderwijssysteem ter wereld heeft. Want u hoopt dat uw zoon, dochter, neef of nicht spoedig in Harvard zal worden aangenomen om daar een Master of Business Administration te verwerven of een andere prachtige titel. Want u leest in de krant, Harvard is de beste universiteit ter wereld. En het is in ieder geval de rijkste universiteit ter wereld, al zijn ze ook nu een fors wat kwijtgeraakt. Maar het is misschien ook wel de beste, maar dat zegt heel weinig. Dat Amerika de 10 beste universiteiten ter wereld heeft, zegt heel weinig over het onderwijssysteem als geheel. Want je moet ook kijken naar de middelbare scholen en naar de colleges en naar de tweejarige colleges, naar de community colleges. En daarvan is de kwaliteit vaak zeer, zeer matig, kan ik u verzekeren. Dus laat u niet wijsmaken dat door die top ook de hele rest van een zo formidabele kwaliteit zou zijn. Overigens, niet helemaal omdat we hier nu in de buurt van de Utrechtse Universiteit zitten of omdat ik daar mijn leven lang voor gewerkt heb. Maar er is met onze universiteiten vergelijkenderwijs heel weinig mis. Als wij dezelfde methode zouden mogen gebruiken om studenten te selecteren, dan zouden ze zeker even goed zijn als de top in de Verenigde Staten. Maar dat mogen wij niet. Dat is ons verboden. U kunt, weet ik, nou ja, u bent waarschijnlijk niet meer op plekken waar u die zodanige invloed kunt uitoefenen dat dat kan worden veranderd. Goed, dat is, laten we zeggen, de achtergrond van de structurele problemen waarvoor Amerika staat. Als u dan weet dat ze op termijn, dat is keurig uitgerekend door een econoom uit Harvard, de meneer Stiglitz, dat ze op termijn, neemt men aan dat de oorlog in Irak, dat die 3000 miljard dollar zal gaan kosten. Als je ook de kosten meerekent voor veteranen, pensioenen, nou ja, als je alles meerekent wat je mee kunt rekenen, kom je op 3000 miljard dollar. Ze hebben voortdurend, u weet dat ze elk jaar 500 miljard dollar besteden aan hun defensiebudget. Dat is afgezien van het budget voor Irak en Afghanistan. Dat is alleen maar voor de productie van superieure high-tech wapenen. Nieuwe aanvalsonderzeeboten, nieuwe steltbommenwerpers en, nou ja, ik geef u even de gelegenheid om op deel van dit vraagstuk na te denken.
Want u denkt al direct bij uzelf van wie is de tegenstander precies die wij gaan aanvallen met die nieuwe aanval onderzeeboten. Hè? Want u weet dat die onderzeeboten van de Russen, daar hebben we de Nederlanders de grootste moeite mee om die boven water te krijgen. Laat staan de Russen zelf, die kunnen ze helemaal niet meer boven water krijgen. Hè? Maar de Amerikanen bouwen op enorme kosten voortdurend nieuwe high-tech wapens die, waar geen enkel emplooi voor is. Waarvan niemand weet wat ze er ooit mee zullen gaan doen. Maar u begrijpt dat het Pentagon dat, ja, wat vinden militairen leuker dan high-tech wapens. Hè? U weet dat toen ze Irak aanvielen, dat dus de kogelvrije vesten, die bleken helemaal niet kogelvrij te zijn. Met als gevolg dat de familieleden van die arme soldaten, die moesten gewoon bij de Walmart moesten ze kogelvrije vesten kopen. Die kun je daar normaal krijgen. Dat is een vrij gangbaar artikel in Amerika, een kogelvrije vest. He, vooral omdat dat op allerlei plekken vaak goed van pas komt. Ja, het is een land met een ernstige vorm van gunverdwazing. Zij denken dat ze daar veiliger van worden. He, dat hoor je Amerikanen veel zeggen. Ja, jullie denken, zeg, stel voor dat Theo van Gogh een pistool bij zich had gehad, dan was hij niet doodgeschoten. Is dat zo? Dat is maar zeer de vraag. Ik geloof het zelf helemaal niet. Maar uit onderzoek blijkt dat al die mensen die thuis een pistool hebben, wat ze gaan gebruiken om de inbreker dood te schieten, dat of ze schieten daarmee de vriend van hun dochter dood, die bij nacht en ontij uit de klimop naar beneden klimt. Maar ja, dat zie je zo gauw niet, dat het die jongen is en je denkt al gauw het is een inbreker. Het is ook in zekere zin een inbreker, maar van een heel ander allooi eigenlijk dan de modale inbreker. Of de inbreker pak je je wapen af omdat je niet geschoold bent daarin en dan word je met je eigen wapen doodgeschoten. Dat is eigenlijk het statistische gevolg van het bezit van vuurwapens. Maar het is er allemaal niet aan het verstand te brengen, want dat wordt gewoon ontkend. Dat viel me eigenlijk ook op, dat je vaak in discussies in Amerika heeft heel weinig zin. Je kunt wel zeggen, het zit zo. En dan zeggen ze, het is helemaal niet waar. Je kunt wel zeggen dat we hier in Nederland geen polygamie hebben, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Dat zeg ik alleen maar omdat ik een betaalde propagandist van de polygamisten ben. Ja. Was ik het maar. Maar goed. Ja. Ik was wel bereid om daar een goed woordje voor te doen als ik er behoorlijk voor betaald zou worden. Dus dit als algemene achtergrond. Hè, het feit dat ze, naar mijn idee, al minimaal 30 jaar, maar misschien wel wat meer, hun prioriteiten werkelijk volkomen verkeerd hebben gedefinieerd. Nu de problemen waarvoor Obama staat. Laten we beginnen met de kredietcrisis. Laat ik ook even aan de tijd denken. Ik heb geen idee eigenlijk wat het is. Oh, tot 16:30 zei u toch, hè? Oh, ja, u maakt de indruk dat 17:30 ook goed is. Nou, oké. Dat is helemaal geen probleem. Ik hou er rekening mee. Ja, laten we beginnen met de kredietcrisis. U weet niet hoe graag ik u zou willen vertellen dat de kredietcrisis volledig de schuld is van Bush junior. Maar dat is niet zo. Dat is jammer, maar je zou het liefst hebben dat hij overal de schuld van had. Want dan was het ook zo geruststellend dat hij verdwijnt. Hè? Maar dat is niet zo. De kredietcrisis heeft hele ingrijpende oorzaken. En de wortels van die kredietcrisis liggen minimaal al zo'n 30 jaar terug. En in die zin zijn deze verkiezingen, denk ik, in allerlei opzichten historische, ja, je moet daar als historicus enorm voorzichtig mee zijn om op het moment zelf al te zeggen dat iets historisch zal blijken te zijn. Hè, dat u later op uw sterfbed nog zult fluisteren tegen uw achterkleinkinderen. Ik herinner mij nog de verkiezingen van 2008. En dat uw kleinkinderen of achterkleinkinderen dan zeggen, vertel nog eens opa, hè, hoe was dat nou om er zelf bij te zijn? En op dat moment blaast u de laatste adem uit. Ja, dat is ook altijd op het verkeerde moment. Ja, dat is wonderlijk trouwens. Ja, sorry dat ik even afdwaal, maar nu ik hoor dat 17:30 ook geen probleem is, moet ik u toch even meenemen naar het sterfbed in de 19e eeuw. Je hebt het gevoel dat mensen vroeger
dat hij dramatischer doodging. Dat ze ook altijd nog tijd hadden om aan een aantal essentialia aan de familie mee te delen. Hoeveel ze van de familie hadden gehouden of nou, maar dat soort van dingen. En dan precies op het juiste moment bliezen ze de laatste adem uit. Maar daar hoor je tegenwoordig eigenlijk helemaal nooit meer over. He? Meestal is de morfinepomp al zodanig gaan draaien dat de kans dat er nog iets coherents uitkomt eigenlijk niet zo verschrikkelijk groot is. He? Hoewel ik op basis van een zeer beperkte ervaring met morfine moet zeggen, het is niet gek hoor. Het is niet gek, kan ik u zeggen. Ik weet niet of het bij u, je voelt je werkelijk prima de luxe. U hoeft er niet tegenop te zien, wat dat betreft niet tegenop te zien. Misschien in andere opzichten wel, maar wat dat betreft hoeft u er niet tegenop te zien. Maar ik heb altijd de indruk dat ze het vroeger beter, dat de stervenden het beter wisten te plannen. Maar dat is waarschijnlijk gewoon misleiding. Dat de werkelijkheid zal wel ingewikkelder in elkaar zitten, eerlijk gezegd. Hoe kwam ik daar maar op? Ja, vanwege George Bush en de kredietcrisis. En van het historische karakter van deze verkiezingen. Kijk, als we nou terugkijken, zullen we zeggen 75 jaar, zo ongeveer. Hè? Ja, 75 jaar. Dan heb je een aantal verkiezingen waarin evident de hele beleidsfilosofie waarmee wij werkten een soort wending gekregen heeft, gedraaid is. En de eerste keer, dat waren natuurlijk de verkiezingen van 1932. Toen Franklin Roosevelt aan de macht is gekomen. Die overigens door zijn tijdgenoot op dat moment werd gezien als een aimabele schertsfiguur waar waarschijnlijk niks verstandigs uit zou komen. En u ziet, hè, hoezeer, wat dat betreft, verwachtingspatronen kloppen vaak totaal niet met wat er vervolgens gaat gebeuren. Dus u denkt dat die Obama een extreem intelligente man en cool, calm en collected. En, nou ja, je leest nu alleen nog maar positieve dingen over hem. Hè? Terwijl ja, bij Roosevelt was het, nou, die werd de verderduster genoemd. Hè? De plumeau. En, nou ja, als je met plumeau wordt vergeleken, dat is vooral voor iemand in een rolstoel al heel zonderling. Maar Roosevelt heeft het geweldig gedaan. En u weet, Roosevelt heeft een New Deal gestart en het kernpunt van een New Deal is dat de overheid nuttige dingen kan doen. Dat georganiseerde politieke activiteit via overheidsbeleid kan leiden tot een verbetering van de sociale en economische situatie. En we hebben met dat, zeg maar, met die beleidsideologie hebben we, nou, ongeveer een halve eeuw geleefd. We hebben het idee dat de overheid nuttige dingen kan doen. Dat de overheid er niet is om u te pesten of van uw belastingcenten te beroven of anderszins u dwars te zitten, nietwaar, in uw mega-ambities. Nee, dat de overheid ook een positieve rol kan spelen. En dan begrijpt u al wat het volgende draaipunt in de beleidsfilosofie is. 1980. He, weet u het nog? Eerst Margaret Thatcher, 1979. Weet u nog wat Margaret Thatcher zei over overheid en individu en samenleving? There is no such thing as society. There are only individuals. Dat was haar uitgangspunt. Zelden, dames en heren, zal een zo totaal stupide uitspraak, hè, serieus zijn genomen door de journalistiek, de media. U weet in het algemeen hoe dat komt, durf ik u niet uit te leggen, maar de media worden zelden bemand door mensen die intellectueel in staat zijn om uit te leggen dat Margaret Thatcher niet bij het rechte eind had. En het jaar daarna was het Ronald Reagan. Weet u nog Ronald Reagan? Door de Amerikanen mateloos bewonderd. In feite, nou ja, volgens veel rechtse Amerikanen de Messias zelf. Ja, hij zag er wat anders uit dan je zou verwachten, maar de Messias zelf. Zelden is er een groter president geweest dan Ronald Reagan. Is dat ook zo? Nee, dat denk ik helemaal niet. Maar het feit is dat hij precies op het juiste moment de bekwame woordvoerder was van een nieuwe beleidsideologie. Want u herinnert zich nog, zijn kernuitspraak was: get the government off our backs. De overheid is niet een probleem oplossen,
De probleem, de overheid is een deel van het probleem. De overheid creëert problemen. Zorg nou dat de overheid overal zich terugtrekt uit alle activiteiten die de overheid heeft ontplooid sinds de New Deal. Want dat was de essentie, de kern van Ronald Reagan's boodschap. Schaf de New Deal af. Want de New Deal is een aantasting van het fundamentele ethos van de Verenigde Staten. Dat was het idee. Is een aantasting van het individualisme. En wat heeft de Verenigde Staten groot gemaakt? Volgens die ideologie, het individualisme. Dat is iets wat in Amerika nog steeds leeft. Als u vraagt wat is dan dat Amerikaanse ethos, dan moet u die boeken lezen. Het kleine huis in het grote bos. Ja, u zult zeggen, het is dat voor infantiel literatuuradvies, maar toch denk ik dat u daarmee goed vooruit kunt. Wie heeft die boeken voorgelezen aan zijn kinderen of zelf gelezen? Nou, dat houdt niet over hier. U bent zeker al met Proust en Thomas Mann. Oh, daar toch nog wel eentje. Ja, dan moet ik misschien al die boeken even navertellen. Er zijn er een heleboel, hè? Stuk of 5, 6 of zo. Kleine huis in het grote bos, kleine huis aan het meer, kleine huis op de prairie, kleine huis, nou ja, tot het kleine huis met uitzicht op de Pacific was dan. Want die familie trekt eigenlijk steeds, hè, met de verschuivende fronsen trekken ze door de Verenigde Staten heen. En de kern van die boeken is eigenlijk dat Amerikanen lieden zijn die individueel, met een familie, dat spreekt, en zeer godsdienstig, dat spreekt ook. Het is wel eens verfilmd als tv-serie, die kleine huis, en door de EO uitgezonden. Nou wil ik niks flauws over de EO zeggen, dat zult u wel begrijpen, maar ik kan u wel zeggen dat er in die EO-serie beduidend meer werd gebeden door de familie dan in die boeken die ik gelezen had. Ja, gebedje meer of minder, dat... Ja, misschien dat ze mij daarom in dienst hebben genomen, dat je dan automatisch meer tijd overhoudt om aan de reportage te besteden. Anders wordt er voortdurend gebeden natuurlijk. Ja, het idee is dat elke Amerikaan eigenlijk in een blokhut woont. Dat achter die blokhut is het grote zwarte bos, hè, het grote wilde woud. En aan de achtermuur van die blokhut hangt het geweer, de Winchester. En als pa klaar is met zijn werkzaamheden, het ploegen van een akkertje, dan komt hij thuis en dan haalt hij die Winchester van de achterwand van zijn blokhut. En dan trekt hij dat grote boze bos in en dan gaat hij dan een eland schieten. Waarom was Sarah Palin zo populair? Omdat zij een eland had geschoten. Zij was eigenlijk symbolisch de bewoner van zo'n blokhut. The Last Frontier State is Alaska, zoals u weet. Die man van de, die deed ook in de sledehonden. Ik weet niet of u dat gevolgd heeft, maar die man was wereldkampioen sledehonden martelen. Althans, nou ja, met zo'n sledehond door de besneeuwde woestenij trekken. Dat sprak Amerikanen aan. Dat was een vrouw uit één stuk. Nou ja, een soort, ik wil niet flauw zijn, een soort Rita Verdonk die ook kan schieten. Het zou mij niet verbazen, moet ik u zeggen, dat we binnenkort van Rita ook horen dat ze nog wel eens een haasje schiet erachter in die polder. Wat ze dan ook eigenlijk met haar eigen zakmes even op de juiste wijze uit elkaar legt om in het bakpannetje te gooien. Dat was de charme van Sarah Palin. Dat ze leek te symboliseren dat idee van het individualisme, de kern. De overheid is er niet om je te helpen. Om een context te creëren of een structuur te organiseren. De overheid is er alleen om die te pesten en te hinderen. Denkt u aan Clint Eastwood, die overigens een verdienstelijke regisseur is, maar die diverse bijdragen heeft geleverd aan de Urban Cowboy. De politie is door en door corrupt en die deugt niet. Het stadsbestuur dat bestaat helemaal uit lakeien en oplichters. Maar die ene enkele agent die door Clint Eastwood wordt gespeeld, die zich ook niks aantrekt van allerlei belemmerende bepalingen die juristen hebben verzonnen en wetgeving en zo. Je moet die criminelen gewoon meedogenloos neerknallen. Make my day, punk. Dat herinnert zich nog vast en zeker wel. Make my day. Maar het is ook Clint Eastwood die op zo'n paard,
zo'n dorp binnenrijdt in het verre westen, hè, waar alles mis is. De burgemeester is corrupt, de sheriff is een lafbek. De bevolking leeft in dodelijke vrees voor een bende van in het algemeen nogal Mexicaans uitziende gewelddadige lieden. En Clint Eastwood rijdt dat dorp binnen en hoe het mogelijk is begrijp je niet. Maar binnen een dag, nietwaar, is de orde hersteld. De Mexicanen zijn wenend op de vlucht geslagen. Ze vragen Clint nog, wil je niet blijven om burgemeester te worden? Maar nee, hij rijdt de ondergaande zon tegemoet. U weet, die gaat in het westen onder, dus hij rijdt de ondergaande zon tegemoet om het volgende dorp te zuiveren. Niet waar, van verdacht allochtoons uitziende boeven. Dat idee, hè? Dat gevoel. Dat daar de kern van Amerika ligt, ik kan u verzekeren, dat is allemaal de grootst mogelijke fantasie. Dit ligt op het niveau van Hansje Brinkers, hè, met zijn vinger in de dijk. Hè? Dat, ja, die heeft, zoals u weet, volgens de Amerikaanse mythologie ons vaderland gered. Hij fietste langs de dijk en kwam een straaltje water uit. Denk, ho, wat is dat nou, daar gaat het vaderland. En toen is hij net zo lang met zijn wijsvinger heeft hij in dat gaatje gestopt tot hij geholpen werd en de dijk gerepareerd is. Ja, ook een hele wonderlijke idee over de dynamiek van dijken en overstromingen en zo. Maar goed, ja, je moet ze wat geven. Ik keer terug naar Ronald Reagan. Naar de mythologie dat de overheid, alles wat de overheid doet, is niet wel gedaan, maar is verkeerd. Je moet de overheid zoveel mogelijk terugdringen. Dan zul je zien, dat leidt tot een immense maatschappelijke dynamiek. Je moet ook geen belastingheffingen op de rijken. Nee, je moet ze juist zo weinig mogelijk belasting laten betalen. Want dat leidt tot het zogenaamde trickle-down effect. Want dan zullen de rijken die zullen investeren en die zullen dienstbodes in dienst nemen. En we hebben zoveel auto's die moeten gepoetst worden. En dat leidt allemaal tot trickle-down effect. En zo hebben we nu, dat is 29 jaar hebben we die filosofie gehad. Wij ook. Hè? Als u soms denkt dat het alleen in Amerika het geval is geweest, wij hebben dat in Nederland ook gehad. Wij dachten ook niet zo extreem, zoals gewoonlijk. Altijd in Nederland met pappen en nat houden. Maar nog steeds is ook in Nederland in tal van ministeries de beleidsfilosofie. Die overheid die moet dat niet te veel doen. Hè? En ik denk dus zelf, maar wie weet ben ik veel te optimistisch. Laat ik er nog even bij zeggen dat we noemen dit het neoliberalisme. Dat is weer wat anders dan het neoconservatisme. Daar kom ik ook nog over te spreken in verband met de ruime mogelijkheden die mij zijn geboden. Dit is het neoliberalisme. En aanvankelijk zat er best wel wat in het neoliberalisme. Op een aantal terreinen kun je in de jaren 70 wel spreken van een zekere hypertrofie van een aantal overheidssectoren. Maar het neoliberalisme als beleidsfilosofie is al heel lang uitgeput. Wat mij betreft al meer dan een decennium. Al, ik zou zeggen, misschien zelfs wel meer. Maar ik denk dat nu pas het moment gekomen is waarin duidelijk is geworden dat het neoliberalisme als beleidsfilosofie niet waar volstrekt failliet is. Want stel u nou eens even voor, dat Wouter Bos, überhaupt het feit dat Wouter Bos, die u tot zeer voor kort niet waar beschouwde als een, ja, ik weet niet precies wat u ervan dacht, maar u weet, het was geloof ik de impopulairste politicus van Nederland. Nadat hij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden de populairste was, was hij nu de impopulairste geworden. Wat ook te denken geeft, niet waar, over de media, het hele idee van hype in onze samenleving. Hè? Ja, Wouter Bos, als er iemand dolgelukkig is met de kredietcrisis, dan is het wel Wouter Bos. En elke week op maandagochtend zenden ze op het partijkantoor een gebedje de lucht in. Misschien kan het nog net 2 jaar duren. Hè? Dat zou ons wel goed uitkomen. Maar dat is een beetje flauw dat ik dat zeg. Maar stel je nou voor dat Wouter Bos had gezegd van, ja jongens, sorry, maar dat moet de markt moet dat oplossen. Dat de overheid, dat weet u wel, de overheid die kan niks. En de overheid moet dat niet doen, want dat leidt tot corruptie en narigheid, wanbeheer.
Nee, we moeten dat aan de bankiers zelf overlaten. Dat zijn lui die er verstand van hebben, die weten hoe je dat doen moet. Die laten zich niet zomaar een oor aannaaien. Nee, de overheid blijft er helemaal buiten. De overheid blijft er helemaal buiten. Of stel je voor dat zelfs de regering Bush dat had gezegd. Nee, de overheid, dat moet je niet doen. Want dat is natuurlijk nog dat Wouter Bos blij was dat hij Fortis in de ABN kon nationaliseren. Dat zit er dik in. Want u weet dat die socialisten maar één grote verborgen geheime wens hebben. Namelijk alles weer socialiseren natuurlijk. Wat helemaal niet waar is, want de socialisten hebben natuurlijk, de sociaaldemocratie is evenzeer het slachtoffer geweest van de neoliberale beleidsfilosofie als alle andere partijen. Ik zeg dat er even tussendoor. Maar feit is natuurlijk dat de partijen altijd in feite meegaan in de brede consensus die op een bepaald moment bestaat. Of ze nou links zijn, of ze nou rechts zijn, het maakt helemaal niks uit. U heeft ook zeker de eerste 20 jaar gedacht dat het neoliberalisme een geweldig idee was. En ja, met al die misbruik van sociale voorzieningen en zo. Het werd toch tijd dat daar iets aan gedaan werd. En zo'n overheid, je weet toch wel, dat kunnen niks. Mensen in het bedrijfsleven, dat zijn, neem nou die bedrijven, die worden allemaal even efficiënt geleid en zo. Dat is echt ongelooflijk. Daar komen ook alleen de allerbesten komen daar aan de top. Ja, was dat toch maar waar allemaal. Hè? Maar zo is het niet. Kortom, ik denk dat door de kredietcrisis in een zeer brede zin, niet alleen in de Verenigde Staten natuurlijk, want u moet eigenlijk, u kunt eigenlijk het hele wereldeconomische systeem in dit verband wel tegelijkertijd beschouwen. In feite duidelijk is geworden dat de neoliberale beleidsfilosofie volledig failliet is. Dat het hele idee dat de overheid zich nergens mee moet bemoeien, dat een ingrijpende misvatting is gebleken. We komen zo aan de oorzaken van die kredietcrisis vast. En dat zou betekenen dat we noodzakelijkerwijs een heel nieuwe beleidsfilosofie moeten ontwerpen. Eentje die ongetwijfeld het midden houdt tussen de al te grote hoop die we misschien ooit hebben gekoesterd over overheidsactiviteiten aan de ene kant en dat pessimisme over de overheidsactiviteiten aan de andere kant. Want u weet, heel vaak ligt op dit soort van punten de waarheid in het midden. En dat zou betekenen dat 2008 in allerlei opzichten te vergelijken zou zijn met 1980 en 1932. Dat we eigenlijk als een soort hinkstapsprong beleidsmatig door de tijd springen. Ik weet helemaal niet of het zo zal zijn, maar het zou wel gek zijn als we nu niet zouden besluiten tot een reeks van maatregelen die in principe een nieuwe kredietcrisis onmogelijk moeten maken. En nu de vraag, hoe komen we nou aan die kredietcrisis? Die kredietcrisis heeft, zoals u weet, in allereerste instantie Amerikaanse oorzaken. En dat was de zogenaamde housing bubble in de Verenigde Staten. Het idee was, je kunt eigenlijk ook mensen geld lenen om een huis te kopen die helemaal nog geen mogelijkheid hebben om het terug te betalen. Omdat dus de prijzen van huizen die blijven toch eeuwig stijgen. Eigenlijk wat u ook zo'n beetje denkt over uw eigen huis. Dat de prijs van uw huis eigenlijk eeuwig blijft stijgen. Dat komt namelijk omdat, onder ons zijn toch al mensen die zich herinneren dat de prijzen in de jaren 70 van de huizen, die zouden ook eeuwig stijgen, weet u het nog? En toen ineens hielden ze op met eeuwig stijgen. Begonnen ze 3 jaar te dalen. Weet u nog? 79, 80, 81, 82. En je dacht, ik dacht dat helemaal niet. Maar goed, sommige mensen dachten, oh jee, waar moet dat heen? En toen begonnen ze weer eeuwig te stijgen. Zodat we dan, en we hebben een heel kortlopend geheugen op dit soort van punten. We dachten dat ze eeuwig zouden blijven stijgen. Want ik wil u helemaal niet ongerust maken of zo. Maar de huizenprijzen in Nederland liggen rijkelijk hoog volgens internationale waarnemers. Rijkelijk hoog. Ik ga u ook niet vervelen met de oorzaken van dat verschijnsel. Maar u weet zelf dat u, als er 2 villaatjes zijn, even groot qua kubieke inhoud. Tuin is ook even groot. De een ligt in Nederland en de ander ligt 15 kilometer over de grens in Duitsland. Dan kost dat villaatje in Duitsland, dat kost maar de helft. Of in België, idem dito. Een stuk grotere tuin, een schommeltje erin, allemaal voor hetzelfde geld.
Ja, Belgen zijn gek op schommelen. Dat was de oorzaak van het verschijnsel. En toen bleek die stijging van die huizenprijzen, die bleek helemaal niet eeuwig te duren. En toen konden die mensen dat niet meer terugbetalen. In Amerika is een hypotheek niet gekoppeld aan jouw persoon, maar die hypotheek is gekoppeld aan het huis. Wat doe je dan? Je draait de sleutel om, je laat de sleutel in de deur zitten en je maakt je uit de voeten met je op krediet betaalde auto. In de hoop dat ze die niet ook af komen pakken natuurlijk. Hè? Want u weet, Amerikanen leven sowieso nog veel, veel groter schaal op krediet dan wij. Ook wij zijn trouwens in de afgelopen jaren in allerlei opzichten een kredietsamenleving geworden. Onder leiding van Dirk Scheringa. Hè? Hij doet veel goeds met dat geld. Hè? Die club gaat nu kampioen van Nederland worden. En hij heeft ook een museum gebouwd. Maar tja, ik vond het toch niet verstandig dat Salm daar chief economist werd. Hè? Ik weet niet wat u daarvan vond, maar ik was er niet gelukkig mee. Maar goed, misschien is dat jaloezie omdat hij niet gevraagd heeft of ik chief economist wilde worden. Ik had namelijk de indruk dat ik het ook wel had gekund. Gezien de aard van de functie. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt het dat dit verschijnsel wat in Amerika geleid heeft tot ernstige problemen, hoe komt het dat dat een mondiaal verschijnsel is geworden? Eigenlijk in de loop van een jaar, niet waar, is die infectie of dat virus, hoe je het precies wil noemen, dat heeft zich wereldwijd verspreid. En dat heeft te maken met een verschijnsel wat ook eind jaren 70, begin jaren 80 is begonnen. Namelijk de bevrijding van de mondiale kapitaalmarkt. Je kunt in feite wereldwijd kun je met kapitaal doen wat je wil. Daar zijn nauwelijks beperkingen aan. Vroeger was dat totaal anders. We hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het eind van de jaren 70 in een systeem geleefd waarin de nationale overheden hele scherpe beperkingen hadden ten aanzien van het kapitaalverkeer. Maar die zijn allemaal verdwenen eind jaren 70, begin jaren 80. Denkt u aan de Big Bang op de Londense beurs, door Margaret Thatcher georganiseerd. Dat heeft Londen, by the way, wel tot het belangrijkste financiële centrum van de wereld gemaakt. Maar in feite is dat systeem, de manier waarop dat geld, het gaat daarbij om duizenden miljarden dollars dagelijks. U moet dat niet onderschatten. Dat spoelt door die wereldeconomie heen, zonder dat iemand daar eigenlijk veel greep op heeft. En dat betekent ook dat beleggingsinstrumenten, en daar hebben allerlei lieden hebben daar heel creatief aan gewerkt in de afgelopen 20 jaar, die beleggingsinstrumenten die vinden ook wereldwijd een verspreiding. De fameuze derivaten, zal ik maar zeggen. En zodoende is wat in essentie een Amerikaans verschijnsel was, in Amerika overigens veroorzaakt, doordat in Amerika vrijwel alle beperkende bepalingen waren afgeschaft. Je kon doen en laten waar je zelf zin in had. Greenspan heeft het geld jarenlang zo goedkoop gemaakt dat er ook alle reden leek om het maar om eindeloos te lenen en eindeloos zaken op de pof te doen. Dat heeft tenslotte geleid tot een wereldwijde crisis. Dat betekent dat als er iets aan gedaan wordt, dat niet alleen de nationale overheden een reeks van nieuwe controlerende instanties en maatregelen zullen moeten verzinnen. Denk aan de Amerikanen. Zelfs in 2004 zijn in Amerika nog de eisen sterk verminderd die gesteld werden aan banken, hè, in wat betreft de relatie tussen datgene wat ze uit konden lenen en de kapitaalbasis die ze moesten onderhouden. Met name die investeringsbanken die konden in feite met een betrekkelijk klein hoeveelheid kapitaal een soort van immens financieel luchtkasteel bouwen. Dat is wat leveraging heet. Dat je hebt een dollar, hè? U geeft mij $1 en met die dollar leen ik vervolgens, creëer ik leningen en projecten aan een som van $10. Dat is ook het probleem wat zich nu voordoet, dat die leveraging, als de zaken dus instorten, ook mega effecten hebben. Want het gaat niet om die ene dollar, het gaat om dat hele financiële luchtkasteel wat ik gecreëerd heb op basis van die ene dollar die u aan mij heeft toevertrouwd. En die beleggingsinstrumenten die zijn door al die rating agencies, hè, Moody's enzovoort allemaal, zijn die beoordeeld als de meest solide beleggingen die maar mogelijk zijn. Hè, dus ook de rating agency, dames en heren, dienen allemaal failliet te gaan of opgeruimd te worden. Hè, en vervangen te worden, wat mij betreft, door overheidsinstanties die
niet waar, niet commerciële ratingen verschaffen, maar die serieuze objectieve ratingen verschaffen. Dat is dus nog maar het begin. Want vervolgens zal de internationale gemeenschap onvermijdelijkerwijs, niet waar, voor die wereldeconomie en voor dat ongeremd rondsluizen van die duizenden miljarden dollars en euro's en wat er verder nog rondsluist, hè, daar zullen ook maatregelen, beperkende maatregelen voor getroffen worden. Hè, zodat zo'n verschijnsel zich niet nogmaals kan voordoen. Daarvoor is complex internationaal overleg noodzakelijk. Daarin zullen de Verenigde Staten toch een heel prominente rol moeten spelen. Want vergis u niet, hè, je leest nu van die stukjes in de krant van ja, Amerika, toestand is hopeloos. En misschien heeft u dat ook een beetje geconstateerd toen ik met die verroeste bruggen begon, over die verroeste bruggen begon. Maar het is, of je het nu, hoe je het ook wendt of keert, nog steeds de grootste economie ter wereld en dat zal het ook nog wel even blijven. En evengoed is het ook het machtigste land ter wereld, dat zal het ook nog wel even blijven. Zeker nog 25 of 30 jaar, minimaal. He, dus dat betekent zo'n beetje in de levensspannen van alle hier aanwezige personen. Nou, een enkeling van u zal 100 worden, maar in principe hebben wij nog te leven in een land, in een wereld waar Amerika nummer 1 is. Dat zal niet eeuwig zo blijven, dat is ook wel duidelijk. Maar wij hebben daar nog, en zo slecht is dat misschien ook. Hè? Ja, mits ze maar een beetje zorgen voor behoorlijke leiding. Hè? Of voor een politiek systeem wat iets minder dorps en provinciaals en introvert is als het Amerikaanse politieke systeem. Want er zijn maar weinig landen, niet waar, die zo geteisterd worden door lokaal chauvinisme als juist de Verenigde Staten. Dit is dus al het begin van de taak waarvoor Barack Obama staat. Dat hij zowel intern, nationaal, een heel nieuw systeem van regelgeving zou moeten ontwerpen. En dat hij ook waarschijnlijk het initiatief zou moeten nemen voor een mondiaal systeem van regelgeving. Dan moet hij ook nog de Amerikaanse economie, niet waar, die in feite sterk is afgeremd door dit hele drama, die moet hij weer op gang zien te brengen. En daarover is nu al allerlei debat gaande. Hoeveel moet er in dat stimulanspakket worden gestopt om die Amerikaanse economie weer op gang te krijgen? En bovendien, hoe gaan we dat doen? Doen we dat bijvoorbeeld door werkverschaffingsprojecten, zoals in de jaren 30? He, gaan we kanalen graven, nieuwe politiebureaus bouwen, schouwburgen, nou ja, dat soort van dingen. Al die dingen die normaal niet gebouwd worden, worden dan wel gebouwd. Of moet je het heel anders aanpakken? Moet je bijvoorbeeld mensen veel minder belasting laten betalen? Moet je ze een soort belastingcadeautjes uitdelen? He, dat zijn allemaal. Hoe dat beleid precies moet worden gevoerd, weten we niet. Weet eigenlijk niemand. De economen zijn het ook niet eens over de omvang van het pakket. Niet alleen over de wijze waarop het georganiseerd moet worden, maar ook niet eens over de omvang. Zal 750 miljard dollar voldoende zijn? Of moet het eigenlijk twee keer zoveel zijn? Daar bestaat ook oneenigheid over. Ik kan u daarover jammer genoeg geen uitsluitsel geven. Ik heb zelf geen flauw idee hoe dat het beste zou kunnen worden gedaan. Het probleem is dat als je op zeer korte termijn heel erg veel geld uit wil geven, dat veel lastiger is dan u denkt. Ja, u denkt misschien, het zou mij helemaal geen moeite kosten. Maar als u op korte termijn 750 miljard dollar zinvol wil uitgeven, dan kan ik u verzekeren, dat kan niet. Er zijn veel te weinig projecten, zelfs in een land zo groot als de Verenigde Staten, waar je dus aanstaande maandag kunt beginnen met het uitgeven van dat geld. Je moet dat eerst uitzoeken en dat moet georganiseerd worden. En, nou ja, ik hoef je nu uit te leggen hoe ingewikkeld dat niet zou kunnen zijn. Dus ook daarover zullen besluiten moeten worden genomen. Dan, ik ben nog steeds bezig met grotendeels de binnenlandse politiek en ik kom zo ook nog aan over de buitenlandse politiek te spreken. Want daar moeten we ook nog want u denkt dat die Obama dat hij het buskruid heeft uitgevonden. Maar dat is op het buitenlands politiek gebied bepaald niet het geval. Ook dacht 5:30. U heeft mij misleid. Dan heb ik het zo gestructureerd dat ik precies om 5:30 klaar zou zijn. Maar nee dus. Tja, ik begon er net een beetje in te komen. Goed.
Want u weet dat een van zijn hoofdbeloften was de organisatie, de reorganisatie van de Amerikaanse gezondheidszorg. Dat is ook een vrij klassiek voorbeeld van een kwestie die Amerika nu al eigenlijk meer dan 40 jaar heeft laten sloffen. Amerika heeft een heel ander systeem dan de meeste West-Europese landen of dan Canada. Dat zijn zogenaamde single-payer systems. Dat we zeggen, iedereen hier is verzekerd tegen ziektekosten. De een heeft een iets ruimer polisje dan de andere. Dus als u extra haarimplant nodig heeft, dan kun je ook tegen verzekeren enzovoort enzovoort. Maar als u niet verzekerd bent in Nederland, bent u gewetensbezwaard. Dat wil zeggen dat u vindt dat je niet onze lieve Heer voet te voeten kunt lopen als die u kanker wil geven. Dan moet je dat maar aanvaarden. Of je dan ook maar moet aanvaarden dat je dan meteen doodgaat, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar zelfs voor deze gevallen, heeft de Nederlandse overheid een oplossing in petto. Want er is een speciaal fonds voor mensen die op grond van gewetensbezwaren zich niet verzekeren tegen medische kosten. Misschien nog wel een leuke manier voor een bezuiniging, dacht ik ineens bij mezelf. Dan zou ik ook niet gewetensbezwaard kunnen worden. Zeker nu ik voor de EO werk. Dat is misschien wel een hele goede. Waar zou ik dat eens aan kunnen verjubelen? Van een flatscreen televisie. Dat je beter naar de wereld kunt kijken. Goed, het Amerikaanse als er niks mee mis was, hoef je het ook niet te hervormen. Maar het probleem met de Amerikaanse gezondheidszorg is dat die extreem duur is. Hij kost 15% van het bruto nationaal product. En dat die bar slecht werkt. Dat we zeggen, de gezondheidstoestand van de gemiddelde Amerikaan, gemiddeld, dat is allemaal statistiek, die is beduidend minder dan de onze. Daarbij komt dat zo'n tussen de 40 en de 50 miljoen Amerikanen helemaal niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Die zijn aangewezen op een soort derde wereldachtige polyklinieken. Ik kan u verzekeren, dat is geen lolletje om daar te behandeld te worden. Je wordt behandeld, maar het is geen lolletje, omdat ze niet verzekerd zijn. En 75 miljoen Amerikanen zijn niet verzekerd tegen de kosten van medicijnen die door een arts worden voorgeschreven. En u weet, er zitten hier voldoende mensen in de zaal om te weten dat medicijnen, dat het ook behoorlijk in de papieren kan lopen. Niet voor niks heeft de farmaceutische industrie altijd geld genoeg over om die artsen te laten congresseren in Hawaii. Dat is ook zoiets raars hoor, maar dat is ook in andere wetenschappen zo, dat je hoort, die congressen zijn altijd in Hawaii, Nice, ik heb nog nooit gehoord van een wetenschappelijke organisatie die in Venlo congresseerde. Daar hoor je nooit over. Hoe dat komt, is maar een raadsel. Een plaats waar Geert Wilders vandaan komt. Dat moet toch ook wetenschappelijk interessant zijn. Dus die moet ook nog hervormd worden. Ten eerste is dat, als u denkt wat een gedonde wij al hebben gehad met een lichte aanpassing van ons systeem van gezondheidszorg, kunt u zich voorstellen hoe dat in Amerika zit. Want u kunt ook, dat heeft u al ondertussen al zelf bedacht, het feit dat het in Amerika zo extreem duur is, als u denkt ons systeem kost ongeveer 10% van bruto nationaal product, dat is in de meeste West-Europese landen het geval. In Frankrijk is het iets duurder, daar is de zorg ook wat beter, maar daar is het iets duurder. Maar 15%, nee, dat kost het nergens in de wereld behalve in Amerika. En dat betekent dus dat ergens al dat geld, al die honderden miljarden dollars, aan de strijkstok blijven hangen. En iedereen weet aan welke strijkstok ze blijven hangen, namelijk die van de verzekeringsbedrijven en de medische specialisten. U begrijpt dat die zich met hand en tand zullen verzetten en met de bekende manipulatieve, maar zeer geraffineerde televisiereclame aan de Amerikanen zullen uitleggen: als je het bestaande systeem opdoekt, dan kun je huisarts niet meer kiezen en je wordt behandeld in Rusland en kunt je er van alles bij voorstellen. Dat is dus organisatorisch een enorme klus en bovendien gaat het daarbij om een systeem met een jaarlijkse omzet van, ik geloof, 2500 miljard dollar of zo. Zal dat mogelijk zijn? Want iedereen beseft dat het nieuwe systeem zeker aanvankelijk meer zal kosten dan het oude systeem. Dat zal op de lange termijn niet zo zijn, maar initieel gaat het nog wel wat kosten. En zeker ook aan de overheid. Dus dat heeft hij ook beloofd.
zou ook gedaan moeten worden. Dan hebben we die zaak van infrastructuur, waar we het over gehad hebben. Van het onderwijs, lagere, middelbare school. Dat ook gedaan worden. Allemaal hele lastige zaken. Te meer, omdat, dat moet u zo steeds realiseren, lang niet alles kan in Amerika door de federale overheid alleen worden gedaan. We hebben een centrale overheid in Den Haag. En u weet dat die provinciale staten, dat stelt in Nederland niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar in Amerika zijn de staten, die hebben zeer omvangrijke bevoegdheden. Dus daar moet je altijd mee samenwerken om ingewikkelde dingen te kunnen realiseren. Nu dan nog de buitenlandse politiek. U heeft een beetje idee van wat Obama zou moeten doen, wil hij de grote belofte die hij gedaan heeft in de campagne. En het drama en de crisis waar die nu voor staat, wil hij dat kunnen aanpakken. Nu de buitenlandse politiek. Eén ding is duidelijk, de buitenlandse politiek van de neoconservatieven, nu kom ik aan de neoconservatieven waren een groep van grotendeels Joodse intellectuelen, die de mening is toegedaan dat door het eind van de Koude Oorlog Amerika alleen is overgebleven als de enige supermogendheid. En dat dat een unieke historische situatie is waarvan Amerika gebruik moet maken. Een window of opportunity om in feite de hele mondiale politieke structuur zodanig aan te passen dat we voor eeuwen, niet waar, in een heerlijke democratische wereld zullen leven waarin de Amerikaanse waarden dominant zijn. Zij gaan er namelijk vanuit dat iedereen maar één groot verlangen heeft, namelijk de Amerikaanse waarden te delen met de Amerikanen. Zij kunnen zich niet voorstellen dat er volken zijn die dat niet willen, om wat voor reden dan ook. Zij begrijpen totaal niet waarom wij polygamisten zijn. Daar begrijpen ze niets van. Dat is een volkomen duister. Dat kan alleen maar het gevolg zijn van moslimpropaganda. Dat was het idee van de neoconservatief. En een van de kernideeën van de neoconservatieven was dat in Irak het regime moest worden veranderd. Want die containment die gaande was, dat was onvoldoende volgens hen. Want als je het regime in Irak zou veranderen, als Irak een voorbeelddemocratie zou kunnen worden, en ze twijfelden er niet aan of dat zou op hele korte termijn kunnen, als je Saddam Hussein maar wegjoeg, dan zou dat op het hele Midden-Oosten een ingrijpend structureel effect hebben. Het hele Midden-Oosten, overal zouden ze zeggen, Syrië, Iran, Egypte, iedereen zou zeggen onder elkaar, god, moet je dan toch eens kijken wat een prachtige, heerlijke democratie Irak geworden is. Dat willen wij ook. Dat willen wij ook. Ja, na korte aarzeling zouden ze allemaal gezegd hebben, ja, dat willen wij ook. En dat zou ook, dachten de neoconservatieven, het hele Israëlisch-Palestijnse probleem ook oplossen. Want dan zouden de Palestijnen ineens zien wat een door en door sympathieke figuren eigenlijk de Israëli's zijn. Die eigenlijk het allerbeste voor hebben met de Palestijnen. Dat die Palestijnen dat niet begrijpen is een raadsel. Een raadsel. Het is een beetje wat Leon de Winter schreef. Die Palestijnen mogen blij zijn dat ze door Israël bezet worden. Ja, zo dat is eigenlijk, daarmee heb ik het standpunt van de neoconservatieven eigenlijk vrij compact samengevat. Er was alleen helemaal geen aanleiding om het regime in Irak te gaan veranderen. Maar die aanleiding leek zich aan te bieden door 9/11. Daarvan is systematisch misbruik gemaakt om die zaak op te starten. Nou, u weet hoe dat is afgelopen, daar gaan we het nou niet over hebben. Dat is heel slecht afgelopen, hoewel de huidige toestand niet geweldig, maar redelijk is, beheersbaar, om het maar even zo te zeggen. Obama heeft beloofd, zoals u weet, in de campagne dat de Amerikaanse troepen grotendeels uit Irak zouden verdwijnen op een termijn van 2 jaar. Er is alle reden om aan te nemen dat dat wel zal gaan lukken. Want dat is ook de wens van de Irakese regering. Die heeft eigenlijk bij tal van gelegenheden gezegd, hoe sneller jullie vertrekken, hoe liever het ons is. Dan kunnen we namelijk gewoon weer beginnen aan een nieuwe dictatuur. En hebben we van jullie geen last. Ja, ik klink een beetje cynisch, maar ik wil met u wel een wetje maken dat dat geen democratisch land wordt. Wie is bereid om die weddenschap op te pikken van mij? We zetten er €1500 op. Niemand? Helemaal niemand. U bent ook een pessimistisch gezelschap, zeg. Jongen. Ja, of u denkt dat ik gelijk heb.
dat ze ook kunnen. Maar er is een tweede punt. In de hele campagne die Obama gevoerd heeft, heeft hij steeds gezegd de hele nadruk op Irak is verkeerd. Want die Saddam Hussein die had niks te maken met Osama Bin Laden. Dat is waar, daar had hij helemaal niks mee te maken. Het interessante is ook dat je dat tegen rechtse Amerikanen zegt, dat ze dat glashard ontkennen. Zeggen nee, er zijn documenten die onweersproken zijn gebleven en dan blijkt uit dat Saddam Hussein directe contacten had met Osama. Dat is helemaal niet waar, maar ze geloven het. Hè? Dat is ook interessant trouwens. Dat betekent dat een overheid in een democratisch land met een democratische pers, als die overheid bereid is om maar lang genoeg en structureel genoeg te liegen, erin slaagt om een niet onaanzienlijk deel van de bevolking te laten geloven in die overheidsleugen. Ondanks alle bewijs van het tegendeel. Hè? Ja, we zullen niet Lincoln gaan citeren met hè, "You can fool some of the people" enzovoort. Maar dat is een prachtig citaat. En al die tijd zei Barack Obama, Irak is verkeerd, maar wij moeten naar Afghanistan. Want als we aan Afghanistan, dat is de kern van het kwaad. Daar moeten we een oorlog voeren, wel zodanig dat in Afghanistan een democratisch regime zal, een stabiel democratisch regime ontstaat, wat een verdere ontwikkeling of een toekomstige ontwikkeling onmogelijk maakt zoals in het verleden heeft plaatsgevonden. En u weet, na alle waarschijnlijkheid zal al op zeer korte termijn het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan sterk worden uitgebreid. Het plafond, schat ik, ligt voorlopig op 50.000. Maar u weet, als je daar eenmaal aan begint en dan gaat het niet goed en dan moet er nog 5.000 bij en dan nog 5.000. Ik zag tot mijn enorme woede en verbijstering, ik geloof op teletext, dat de Nederlandse overheid alweer overweegt in strijd met alle beloftes die ze gedaan hebben om de zaak toch weer te gaan verlengen. He? Klopt dat ook? Ja, ik ben maar net thuis. Ik moet nog wennen aan... Ja, knettergek. He? Knettergek. Want, gelooft u nou werkelijk? He? Wat Obama daar van plan is, dames en heren, is een nieuw moeras waarin de Verenigde Staten, naar mijn idee, op afzienbare termijn eerst tot de knieën en dan tot het middel en dan tot het snorretje zullen wegzakken. Hè? Gelooft u dat van Afghanistan, dat is een land dat is groter dan Frankrijk, het heeft meer inwoners dan Irak, het is een volstrekt tribale structuur, u weet hoe het de Engelsen en de Russen daar vergaan is, u weet hoe het de Nederlandse troepen daar de afgelopen jaren is vergaan. He, terwijl u weet dat wij hebben een unieke formule om ons sympathiek te maken bij de lokale bevolking. We hebben daar shoebakken heen vervoerd en we hebben daar echt een door en door constructieve opbouwmissie. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar die Afghanen, als zodra ze het Nederlandse vlaggetje zien, dan barsten ze in juichen uit. Maar om een of andere reden helpt het allemaal niks. Ja. En ik moet u zeggen, ik vind dat voor iemand als Obama, dat is wat ik kan zeggen, is een door en door intelligente man. Het is maar een raadsel waarom ze in feite bezig zijn aan de creatie van een nieuw drama. Namelijk het drama dat je zou denken dat je van deze tribale samenleving, met alle problemen van dien, dan heb ik het nog niet over de papa verteld enzovoort enzovoort, dat je daarvan een soort Nederland of België zou kunnen maken op de afzienbare termijn. Hè? Dat die Hamid Karzai een soort Wouter Bos-achtige figuur zou kunnen worden. Hè? Of Balkenende-achtige figuur. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Hè? Wij moeten zorgen dat we daar... En daar ligt ook al opgetast alle problematiek tussen de bondgenoten van de komende 1, 2, 3, misschien wel 4 jaar. Want u weet, hè, anders dan de Nederlandse regering, zijn zowel de Duitse als de Franse regering voor geen meter bereid om in Afghanistan te gaan vechten. Ja, ze zijn bereid om vage diensten te verlenen in de buurt van Kabul, maar ze zijn niet van plan om te vechten. Hoe komt dat? Omdat ze intelligent zijn op dit punt. Ja, intelligenter dan Nederlanders en Amerikanen. Dus hier is in feite een nieuw drama in de maak. Hier is een nieuw drama in de maak wat tot grote frictie zal leiden tussen de NATO-bondgenoten. Dus laten we hopen dat Obama op tijd
bijstuurt. Maar echt veel vertrouwen heb ik er in feite niet in, want het is duidelijk dat de consensus in Washington is dat dit een hele nuttige zaak is. Dat ze er verkeerd aan hebben gedaan in Irak en dat ze het nu beter gaan doen in Afghanistan. Denkt u aan het feit dat Robert Gates, de minister van Defensie van de nu nog zittende regering, gecontinueerd is in de nieuwe regering. Misschien maar voor een jaar, maar desalniettemin, hij is gecontinueerd. Maar u ziet hoe dat consensusproces in feite in zijn werk gaat. Zal Obama, als dit niet tot grote frictie zal leiden, de relaties met de bondgenoten verbeteren? Zal die meer multilateraal optreden? Ja, dat denk ik wel. Maar misschien wel minder dan de optimisten onder ons hopen. Want wat de regering Bush heeft gedaan, zo van oké, als je niet met ons mee wilt doen, dan kun je verder de moord steken, dan gaan we het wel alleen doen. Dat is iets wat niet alleen maar behoort tot de rechtervleugel van de Republikeinse Partij, maar wat een vrij breed gedragen sentiment is in de Verenigde Staten. En een vrij breed gedragen sentiment is ook dat Amerika in staat is om met geweld bepaalde situaties zodanig te veranderen dat ze vervolgens in een Amerikaans voordeel zijn. Er is geen enkele reden, als we het Amerikaanse interventiebeleid beoordelen sinds de Tweede Wereldoorlog, om dat ook te denken. Maar zij zijn die overtuiging toegedaan. En dus het ziet er wel, ja, uw voorzitter zei van, zal dit rust brengen? Nee, dat denk ik dus niet. Is het beter dan wat we hadden? In alle denkbare opzichten is het beter dan wat we hadden. Maar dat wil niet zeggen dat we niet onmiddellijk met nieuwe problemen geconfronteerd zullen worden. En voor de historicus is dat natuurlijk alleen maar een hele voordelige zaak. Hè? Je moet er niet aan denken dat het paradijs op aarde zou worden verwezenlijkt. Hè? Want dan blijft het tussen nu en de eeuwigheid blijft het altijd tip-top in orde. En het is allemaal religieuze zang en dat hoef je ook niet op te schrijven. Dus ik ben wel blij dat de wereld vrij beroerd in elkaar blijft zitten. Al hoop ik dat het beter wordt dan het nu is. Dan laat ik dat dan nog, want dat zou wel heel cynisch klinken als ik daar niet voor was. Ik ben daar wel voor, ja. Maar ik ben ook weer niet 100% optimistisch. Nou, volgens mij, ook ben iets over de 16:30 gegaan, maar u verlangt al naar de bisschopswijn. U weet dat u daar gezondheidstechnisch enorm mee op moet passen met bisschopswijn. Ja, is mijn persoonlijke ervaring, hoor. Hoe vaak ik als kind niet misselijk ben geweest van de bisschopswijn, dat kan ik u maar beter niet vertellen. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat u er iets van gehoord heeft, eerlijk gezegd.